de cueva. ¿Dilante o para atrás? ¿No te puedo? Amén. Feliz sábado, mi hermana. Gezegende sábado, broeders en zusters. Feliz tarde. Een fijne middag. ¿Cuántos de nosotros vienen a casa de Dios con gozo? Hoeveel van ons zijn met vreugde naar het huis van de Heer gekomen? ¿Cuántos de vos han a hace oración ayer anoche? Hoeveel van jullie hebben gisteren gebeden? ¿Serio? Serieus? ¿Cuántos de nosotros hace oración hoy ainda? Hoeveel van jullie hebben vanochtend gebeden? Oké. Okay. Quando de vocês a incluir me de uma vossa oração? Hoeveel van jullie hebben voor mij gebeden tijdens jullie gebed? Waren de mensen die voor mij hebben gebeden? Waren de mensen die voor mij hebben gebeden? Se você não assiste, als je het niet hebt gedaan, assiste, mientras tanto, con nuestra presenta el tema de tarde. Doe het dan terwijl we deze boodschap gaan brengen. Bom? Goed. Assim que o eterno vou pôr a palavra de vida de minha lepta de tarde. Zodat het eeuwige de woorden des levens op mijn mond kan leggen. Amen. Amen. Oké, okay, tremendo, minha irmã. Oké, okay, geweldig, mijn broeders en zusters. Prometo me começar. Dus voordat ik ga beginnen. Wanneer het thema daar op de pantalla. Dus net zoals je het thema op het scherm ziet. Mikael is een llamada natuur en membro nan. Leader nan die iglesia refugio. Wil ik een oproep doen aan alle leden en leiders van kerk refugio. Tour en romanen goed bezig denk ik China. Voor alle iedereen die ook in de keuken bezig tour zijn. Tour en romanen goed op pafo. Voor iedereen die ook buiten is. Mensen dat paden. Moet er binnen zijn. Van deze boodschap is voor de kerk. Refugio. Voor de kerk refugio. En ook voor degenen die online zijn. Es decir, todos romanos me zitten aquí. Dus al onze broeders en zusters moeten hier binnen zijn. Mi roman Tania. Ja, kom op de paranaportinang. Aangezien je daar bij de deur staat. Ik wil ja, mijn romana lota opibo. Als je hun zou kunnen roepen, heel graag. Nela, Anna, Lizaira, Jenny. Wie zie ik nog meer daarachter? Toen ons Romanen, por favor. Willen al onze broeders en zusters naar binnen komen? Bina, bin padeng. Kom naar binnen. Minota bij kuminsa, zie Romanen no de. Ik ga niet beginnen wanneer deze zusters er niet zijn. Ja? Ik ben nog tien te tardi. Dus we hebben tot de middag de tijd. Zie? Toen ons Romanen pas op padeng, sintabu comfortabel. Kunnen al onze broeders dus naar binnen komen en zorg dat je gewoon gemakkelijk zit. Zodat ze kunnen starten. Ja? Nostura binnen casa de Dios para recibir su palabra, de verdad? We zijn allemaal naar het huis van de Heer gekomen om van zijn woord te ontvangen. En daarom zei ik, als je gisteren niet hebt gebeden. Als je vanochtend nog niet hebt gedaan. Ainda wat in chance passie. Dan heb je nu nog de kans om het te doen. Ja? Que mantenemos de oración mientras tanto que palabra de Dios está guardo presentar mi hermana. Dus houden we in gebed terwijl ik dus het woord van God wordt gepresenteerd. Noste? Zijn we er? Oké. Okay. Manera Salmo 46, 10 de Bisa. Dus net zoals Salmo 46, 10 zegt. Sea quieto y sabi que amita Dios. Wees stil en weet dat ik God ben. Lo mi guardo alza mei die nationen. Ik zal verhoogd worden midden tussen de volken. Lo mi guardo alza ribatera. Zal ik verhoogd worden hier op aarde. Y Habacuc 2:20 de Bisa. En Habacuc 2:20 zegt. Señor te den su templo santo. De Heer is in zijn heilige tempel. Amen. Amen. Que me mientras tanto que el Señor su presencia te den lugar aquí. Dus terwijl de aanwezigheid van de Heer hier aanwezig is. Nos me certin kiko. Wat moeten wij dan hebben? Reverencia. Eerbied. Amen. Toch? Si el teléfono está sende. Als de telefoons mobieltjes aanstaan. Ponen a sai. Zorg dat het op stil staat. Ik zou zelf zeggen, doe het maar uit. Want waar moet je aandacht zijn? Niet naar Argenis. Maar naar het woord. Ja? De enemigo está un die experto nam para quitar nos concentración. En de vijand is expert om onze aandacht af te leiden. Ja? Oké. Het thema ja we mee in te mirumar. Dus onze thema van vandaag. E importancia. Die unidad. Het belang van eenheid. Con importante unidad a Pablo. Hoe belangrijk is eenheid voor jou? Huh?
Con importante unidad pa abo mi rumanti. Hoe belangrijk is eenheid voor jou, broeders en zusters? Prometo mi sigue mi te bai as un palabra de oración y mi no posigue si el humano no asinta na no te giden. En voordat ik verder ga, wil ik gaan bidden, maar ik kan niet verder gaan zonder dat iedereen hier binnen aanwezig is. Sí? Nos no posigue. We kunnen anders niet verder gaan. Dus kom naar binnen, zorg dat je comfortabel kan zitten en sluit de deur. Paso pa bini pa escuchar Dios su palabra, ¿verdad? Maar je bent gekomen om naar het woord van God te luisteren, is dat niet waar? Y mi oración me debe ser incluyendo a Bakiden. En mijn gebed wil ik doen inclusief jou hierbij. Sí? Shano? Sintavo bumu chabani bo mama of bani bo tata. Ga naast je ouders zitten, zodat je ook van de God zegen kan ontvangen. Oké. Lisaira, doe je een paar dingen? Antoor in onze serieporta. Antoor van ons possie. En dan wordt de deur gesloten, zodat we verder kunnen gaan. Amen. Antoor ons te bij reza. En nu zullen we gaan bidden. Laten we reza. Laten we bidden. Tata Santo, Tata di Amor. Onze heilige liefdevolle Vader. Bo palabra tabe wordu abri. Uw woord wordt geopend. Y nos te pedimos pa bo presencia ta junto con nos de momento na aquí. Wil u vragen voor uw aanwezigheid met ons op dit moment. Laga bo Santo Espíritu trece palabra di vida eterno pa noso Dios. Laat de Heilige Geest het woorden des levens brengen. Prepara el terreno di nos corazón pesimia wordu plantada en je. Bereid het terrein van ons hart voor zodat een goede zaadje kan geplant kan worden. Permitió Dios con nos mente na nos juicio nanta wordu abri a vetardi. Sta toe, Heere, zodat onze verstand geopend mag worden. Para nos po comprender un tema tan importante manera es aquí. Zodat we deze belangrijke boodschap zullen begrijpen. Señor, nos no que abandona el lugar aquí. O Heer, we willen deze plaats niet sin recibir un cambio. Zonder een verandering te ontvangen. Sin recibir bo bendición. Zonder uw zegening te ontvangen. Sin recibir bo poder. Zonder uw kracht te ontvangen. Derramado poder bo pueblo a ver día o Dios. Stort uw kracht op uw volk, Heer. Tata kiko con nosa binku neriba nos corazón a ver día te queda de lugar aquí nos abandone. Un corazón transformado. O Heer, al hetgeen wat we onze hart hebben, dat laten we hier achter, Heer, zodat we hier weg kunnen gaan met een getransformeerd hart. Bo palabra te sali con un propósito. Uw woord gaat met een doel. Y la que cumple que saque ave, oh Dios. En laat het ook volbracht worden, Heer. Permití que riba mi lepta y di via lenda. En sta toe, Heer, dat op mijn lippen die van vier lenda. Palabra en di bo corazón te bini pa wardo transmitina bo pueblo. Woorden rechtstreeks vanuit uw hart mag komen om uw volk te transformeren. Que saque dan inspira fe en cada un que te escucha, oh Dios. Zodat het geloof kan uitwerken bij elk een van ons. Na primer lugar, iglesia refugio que botas tima macha. Op de eerste plaats, de kerk refugio waar u zoveel van houdt. Y pa cada un que está online. En voor iedereen die online is. Pa cada un que pa un of otro motivo no porta de lugar aquí, ave. En voor alle personen die vandaag niet aanwezig kunnen zijn, Heer. Nos te pedimos pa bo bendición pa alcanzar en tambe, oh Dios. Wil u vragen dat u zegening ook hun mag bereiken. Limpia nos, oh Dios. Reinig ons, Heer. Purificanos, oh Dios. Reinig ons, Heer. Que sangre di el lamchi inocente. Met het bloed van een onschuldige lam. Para nos preparar de presencia. Zodat wij in aanwezigheid kunnen staan. De nombre de Cristo Jesús nos pide. In naam van Jezus Christus vragen y Dios wij. Su pueblo te visa. En het volk van God zegt. Amen y amen. Amen en amen. Vamos a continuar. Nu kunnen we verder gaan. Tremendo. Geweldig. El tema está. Het thema is. Het belang van eenheid. E importancia de unidad. Roman, importancia de unidad. Het belang van eenheid. Con importante asunto que está pablo. Hoe belangrijk is dit voor jou? Roman, bota estima iglesia de Dios. Hou je van de kerk van God? Bota estima e iglesia de Dios. Hou je van de God van kerk? Hou je van de kerk van God? Si bota estima algo. Als je van iets houdt. Bota estima un ende. En je van iemand houdt. Bota estima e iglesia. En je houdt van de kerk. Roman, bota tengo lucha pe iglesia. Dan moet je strijden voor de kerk. Bota tengo perseverar pe iglesia. Je moet standvastig blijven voor de kerk. In dat moment dat je een desunion roman. En als er een meningsverschil is. Nos mesetien espiritu pa crea kiko. Wat voor geest moeten wij dan hebben om wat te creëren? Unidad. Om eenheid te krijgen. A ver, nos también mire importancia de unidad, roman. Vandaag gaan we dus het belang van eenheid zien. Lo que comita gusta si siempre de mi tema nanta. Dus iets waar ik van hou om te doen tijdens mijn thema's. Na bonificación de palabra. Ik geef dus de betekenis van het woord. Nos te pronunciar una palabra. Dus vaak spreken we een woord uit. Pero nos no sabe qué significa. Maar we weten dus niet wat het betekent. Me te volver repetir. En ik zal het nogmaals herhalen. Que pa tu rumang te den lugar aquí. Ik wil dat alle broeders en zusters hier in deze zaal aanwezig si no me zijn. Te llaman a nombre. En anders ga ik hun bij naam roepen. Tu rumang.
alle broeders en zusters Kutei, die aanwezig zijn, Kwabing, die zijn gekomen. Kepananta akidensinta. Ik wil dat ze hier binnen zitten. Amino, eterno kepananta akidensinta. Niet ik, maar de eeuwige wil dat. Noste? Zijn we er? Oké. Okay. E palabra unidad. Que significa? Wat betekent het woord eenheid? Ban studiele kumiden dictionario la gano skuele. We gaan het dus even opzoeken in het woordenboek. Je te bisa nos kiko unidad significa. En het vertelt ons dus wat eenheid betekent. Ja? E palabra unidad bini for di latin. Dus het woord eenheid komt vanuit het Latijns. Kuta unitas. En dat is dus unitas. I eta indica mi rumanas timas ku chami bon e calidad di lo que ta unico e indivisible. En het laat dus zien, het laat iets zien wat dus unico, dus iets wat dus uniek is. I indivisible. Ku no po wordu kibra. Dus dat dat niet gebroken kan worden. Ja, botiner wa pantalla kinan. Je ziet het op het scherm. Eta bisabu. Het zegt eenheid komt van het Latijnse woord unitas en duidt de kwaliteit aan van dat wat uniek en ondeelbaar is. Kiko danifica unidad. Wat betekent eenheid? Algo unico. Dus iets wat uniek is. Y indivisible. En ondeelbaar. Wat zeg je danifica indivisible? Weet je wat betekent, wat ondeelbaar betekent? Naminabu illustration. Ik zal je even illustratie geven. Pamipo separa mi lenga. Dus, om mijn tong te scheiden vanuit mijn mond, wat moet ik dan doen? Dan moet ik hem eruit trekken. Want de plaats waar die tong is, de boca, in het mond, pega, daar vast zit, en poquita, die kan dus niet weg. Dus de tong zit dus vastgebonden aan de gehemelte. Asina pega. Elenga ta ke boca. Zo dichtbij is de tong bij de mond. Indivisible. Dus ondeelbaar. No po bin division inang. Daar kan geen scheiding komen. Pa bin division mitin kusa ke lenga po nebo fo. Dus om een scheiding te maken moet ik dus mijn tong eruit halen. Romana teikumi? Zijn jullie met mij? Oké. Okay. Union, mi romana stima, of unidad. Eenheid, mijn broeder en zusters. Tambeta referina el lazo di union. Die componenten aan kunnen een certo homogeniteit. Dus het laat ook zien dat er een bepaalde eensoortigheid is, ja? Erin. Of identiteit. In een bepaalde identiteit. Dan heb ik een hempel. Dus ik zal een voorbeeld geven. Een unidad militar. Dus een militaire eenheid. Dat een organisatie kunt consisteren die soldaten. Dus is een organisatie die bestaat uit soldaten. Kunt pertenecen aan een mesmo fractie die een systeem militair. Ze behoren dus aan toe aan hetzelfde deel, dezelfde fractie van een hele militaire dienst. Kemendi, ku Putin tien su ejército die militair nang. Dus als Putin zijn legermacht heeft. Etin kiko. Wat heeft hij dan? Un ejército. Dan heeft hij één leger. Aunque tien diferente soldaten. Ook al heb je verschillende soldaten. Con diferente rango. Met verschillende rangen. Pero kiko te forma un ejército. Maar wat zorgt dus voor één leger? Aunque tien diferente soldaten con diferente karakter. Ook al heb je verschillende soldaten, verschillende karakters. Bota forma un ejército. Yes, het zorgt voor één leger. Romana, te volg me? Volgen jullie mij? Tremendo. Geweldig. Oké. Okay. Un hospital, por ejemplo. Dus als we een voorbeeld nemen van een ziekenhuis. Het consiste de diferente unidad nang. Het bestaat uit verschillende eenheden. Es decir, diferente afdeling nang. Dus verschillende afdelingen. Pero het kiko. Maar wat is het? Un hospital. Het is één ziekenhuis. No stay? Zijn we er? Tremendo. Geweldig. Kemendi, un hospital te consiste di diferente unidad. Dus een ziekenhuis bestaat uit verschillende eenheden. Qual un dinango tin kuta i i is ICU kuta intensive care unit. Dus één daarvan is dus intensive care unit. Kuta afdeling. Di e departamento nang di hospital. En dat is dus één afdeling, één departement van het ziekenhuis. Ja. Kemendi kubota ding intensive care. Dus als jij op het intensive care ligt. Of kubota ding departamento pa hanyayu. Of dat je bij de bevallingsafdeling bent. Bota ding kiko. In wat ben jij? Ding e hospital. Je bent un hospital. Je bent in het ziekenhuis dat één ziekenhuis is. No stay? Zijn we er? Tremendo. Geweldig.
Agora, meus irmãos, estima. En nu, mijn geliefde broeders en zusters, zodat wij dus dit geheel over eenheid kunnen begrijpen, weet je dat God ons, zijn kinderen heel veel wil leren door zijn natuur? Denk je dat wij heel veel te leren hebben vanuit de natuur? Laten we, broeders en zusters, het volgende zeggen. Dios, no? Eta describe su pueblo ora kunan kai de apostasia. Dus God beschrijft dus zijn volk wanneer ze afvallig zijn. Kunanta asina leuta bai de apostasia. Dat ze zo ver in afvalligheid zijn. Ku asta animal pu comprendemio ku ehende ku ta kriana imagen y semejanza di Dios. Dus dat een beest zelf beter begrip heeft dan de mens die in de evenbeeld van God is gemaakt. Pa Dios mostra nos awe. Om aan ons te laten zien, zodat God aan ons kan laten zien wat eenheid betekent. Dios daarbij pasa nos de naturaleza para comprender su undegi. Zal God ons brengen dus door de natuur, zodat we dit kunnen begrijpen. Anto un di e bestia nang of insecto nang. Dus één van de insecten. Kunos po comprender con nang ta funciona den unión. Als wij dus zien hoe zij functioneren in eenheid. Anto agnos ta papie di unión. Perfecto. En hier spreken we dus over een perfecte eenheid. Nostra studia è naturaleza di un vruminga. We gaan dus de natuur van een mier bestuderen. Ja? Pas sombra aqui se nós não compreender essa que nós não compreender nunca mais. Want als we het nu niet begrijpen, dan gaan we het nooit begrijpen. Wat een mier animal aqui? Zie je deze insecten? Bijbel te describinam como un insecto. Sumamente sabi. Dus de Bijbel beschrijft deze insect als heel erg slim. E un insecto que ta tra den unión perfecto. En een insect die dus in een perfecte eenheid werkt. Ja? Aqui não vamos mirar por exemplo. Dus hier zie je dus als voorbeeld. Kunanta construyendo un brug. Dus dat ze dus een brug aan het bouwen zijn. Nanta haciendo algo que porta imposible posible. Dus ze zorgen ervoor dat het onmogelijke mogelijk wordt. Roman, volg me, Roman. Volg me echt, broeders en zusters. Zodat je kunnen begrijpen waar het naartoe gaat. Dus hetgeen wat onmogelijk is, maken ze mogelijk. Dus deze twee bladeren zijn niet met elkaar verbonden. Maar wat zorgen ze? Ze maken een weg. Ja? En weet je wat ze hebben gedaan, mijn geliefde broeders en zussen, om deze weg te maken? Ze hebben al hun kracht en wijsheid hebben ze samen gebundeld in één. Volgen jullie mij nog, geliefde broeders en zusters? Als je dus goed kijkt. Door die nam union perfecto. Dus door hun perfecte eenheid. Wat betekent ook weer eenheid? Algo único. Iets dat uniek is. Y algo indivisibel. En ondeelbaar. Cuerpo guardo quebra. Dus het kan niet gebroken worden. Roman stima, waak me. Kijk goed naar mijn geliefde broeders en zusters. Nium die e evruminga na kinota kai. Dus geen één van deze mieren valt. Aunque kuting un brug aquí nanen. Dus ook al is daar een brug. Kunangatra, die ze zelf hebben gemaakt, niun di nang notakai, zal er geen één van hun vallen. Roman, moet die kom? En weet je waarom, broers en zusters? Maso, un ta back up otro. Want de een vangt de ander op. Botei kumi? Zijn jullie met mij? Tenifikaku, fora na pensa. Dus dat betekent vanaf het moment dat ze het bedacht. Pa bai di acuerdo. Om ergens mee eens te zijn. Om via deze weg de andere kant te bereiken. Creando un brug. Terwijl we dus een brug maken. Na bij die acuerdo también que tende a mitad back up. Dus zijn ze ook akkoord gegaan om elkaar op te vangen. Para nos llega. Zodat we het kunnen bereiken. Babake? Zie je het? Niun di nang no por kai, Roman. Dus niet één van hun kan vallen. Asina pegana tana otro. Zo gehecht zijn ze aan elkaar. Asina duro nang union tana otro, Roman. Zo sterk is hun eenheid bij elkaar. Botei kumi? Zijn jullie met mij? Esa kita sabiduría di fruminga. Dus dit is dus de wijsheid van de mieren. Ja? Ahora. En nu? Ik weet niet of je dus hebt opgelet op hun eenheid. Majoria en de Miromans, die dus veel mensen, mijn geliefde broeders en zusters. Tapasa, nambida largo. Dus gaan dus tijdens hun leven. Tratando para lograr fama, éxito, riqueza.
Ze werken dus een bepaalde status te krijgen om beroemd te worden om cadeaus te krijgen. Pero hoy via gente está ignora algo. Maar vaak missen mensen iets. Lo que gente está ignorada. Hetgene wat ze links laten liggen. Tu es verdadero grandeza. Dus is de werkelijke grootheid. Ta queda escondida con algo más simple que ta existir. Die blijft dus verborgen in het allerkleinste wat maar kan bestaan. Yeah? Er is veel dingen die mensen vaak niet zien en niet eens kunnen begrijpen. Ja? Op iemand die romans die maakt, busca un modelo para seguir. Dus heel veel mensen zoeken dus een model om op te volgen. Voor die personen dan famoso, celebrities. Vanuit de bekende mensen. Ja, para no lograr un éxito. Ze willen dus datgene wat zij hebben bereikt, willen ze ook bereiken. Pero sin embargo, maar als het ware, dan necesario para considerar el gran ejemplo. Is het dus goed om deze grote voorbeeld? Y el les que nos porraña voor de un simple vrouminga. En een les te nemen van een simpele mier. Permitimi donabo quatro características que nos porcinha voor de reino animalige. Dus ik zal vier karaktereigenschappen geven die we kunnen leren van deze koninkrijk van de mieren. Vrouminga, oké? En in dit geval dus de mieren. Steve, mi no sa que pasa nos pantalla de lande pero le cae fuego. Steve, ik weet niet wat met ons scherm is, maar het is uitgevallen. Dus dat ik weet niet of het voor ons gemaakt kan worden. Oké, okay. Quatro características que binan. Dus vier karaktereigenschappen, noteer het. Un vrouminga. Dus één mier. Ta incansabel nan tatra. Die verwerken onvermoeibaar. Que me andi, ora nan pone nan mes pa traha. Dus als ze zich erop zetten om te werken. Nan tatra pa logra lo que nan pone pa asi. Dus werken ze om hetgene te bereiken wat ze moeten doen. Oké. Okay. Que me insecto chiquito aqui me romance te mata tra duro. Dus deze kleine insect, mijn geliefde broers en zusters, die werkt heel hard. Todo dia de su vida. Elke dag van zijn leven. Nota existe ni vergüenza de nan. Er bestaat niet schaamte tussen hun. Nota existe flojera ni cansancio de nan. Er bestaat geen luiheid en vermoeidheid bij hun. Vooral no momento que nan tengo cumplir con un propósito. En zeker wanneer ze een bepaalde doel moeten behalen. Ja? Que me sempre nan ta tra duro pa lograr nan meta. Dus ze werken altijd hard om hun doelen te bereiken. En in dit geval voor te zorgen dat er dus eten is, okay, in huis. Agora, en nu? Nessun cosco e vruminga. Dus net zoals dus de mier. E cristian também mester ta incansabel den turcos. Moet de christen ook onvermoeibaar zijn in alles. E mais ainda den lo que ta trata el reino de Dios, mi romance. En des te meer als we het hebben over het koninkrijk van God. Cristiano me sencilla de ta sabi manera vruminga de mundo aquí. Dus christenen moeten leren om slim te zijn, net zoals, ja, deze mieren. Y nos mester traja pa porting alimento de necas. En we moeten dus werken om voor eten te zorgen. Sabiendo que aunque Dios te sungo te provee turcos. Terwijl we weten dat God degene is die in alles voorziet. Onde quer esta Dios mester provee comida pe animal aquí? Denk je ook niet dat de Heer ook voor deze dieren voor eten zorgt? Pero pregunta. Maar een vraag. Si Dios te provee, ¿no tienen parte para cumplir con él? Als God voor hun eten zorgt, maar hebben ze ook een eigen deel om te volbrengen? Nanta sali bij busque. Ze gaan op pad om het te zoeken. Y ahora nan sali bij busque, nanta ye camina Dios a provee para nosotros. En wanneer ze gaan, dan vinden ze het daar op de plek waar God het voor hem heeft klaargelegd. Para mi sigue avanzar rápido. Om verder vooruit te gaan. E di dos caracteristica di un vruminga da. Dus de tweede karaktereigenschap van een mier is. Nanta sumamente sabi. Dus dat ze heel erg slim zijn. Que me nanta un animal sabio, mi romans tima. Dus ze zijn dus een slimme wezen. Si bewaakt un vruminga e nota drumi durante di zomer. Dus een mier die slaapt niet tijdens de zomer. Paso durante periodo di zomer e nanta tra duro. Want tijdens de zomer werken ze dus hard. Pa provee nan cuminda. Om voor een eten te zorgen. Na momento di sossiego da de winter. Op het moment wanneer ze dus in de winter gaan rusten. Que men, si nos mira boki nan. Dus als we dus hier goed naar kijken. E clave of e yabi kunanta usa ta. Dus dan zien we dus dat sleutel die zij gebruiken. Sabiduria. Is dus wijsheid. Oké? Okay? Então nós temos que sabedoria te abre que te abre tudo porta. En we zien dus dat wijsheid de sleutel is die vele deuren opent. Se você logra algo de vida aqui. Dus als je iets in deze wereld wil bereiken. Tá necessário para você estudar o reino animal de vruminga. Is dus goed zodat je dus koninkrijk van deze mieren gaat bestuderen. Un tapor nada Dios ha legado para escribir. Het is niet zomaar dat God het heeft laten dat het opgeschreven staat. Na analisar en naturaleza di un vruminga.
Door het analyseren van de natuur van een mier. Hoe ze dus handelen en hoe ze werken. Welke middelen hij gebruikt om zijn doel te bereiken. Kunnen jij en ik ook dit begrijpen zodat we dit voor het werk van de Heer kunnen doen? Zijn jullie met mij, mijn geliefde broeders en zusters? Dus heel veel van de negatieve, negatieve dingen die gebeuren, is het resultaat van iets. Dus heel vaak wanneer we dus verkeerde beslissingen nemen, is dus het resultaat van iets. Denken jullie niet dat de mier eerst na gaan denken voordat ze gaan handelen? Denken jullie dat niet? Wanneer je ziet dus dat de mier ergens geplaatst wordt waar ze dus eerst niet waren. En wat ik nu dus zeg, ik heb het bestudeerd. Maar studie kon aan ahasi examen. Dus ik heb dus bestudeerd hoe ze dus examen deden. Na akwe un kadi santu. Doorzichtig. Dus ze hebben dus een doorzichtige. Dus een glas, een kadi glas. Dus ze hebben een glazen kist genomen. Den jena pone santu tera. En daarin hebben ze dus zand en aarde gedaan. Na pone paluki bra. Ze hebben stukjes hout erin gedaan. Na pone akoba mane diep den santu, na akoba mane un buraku. Ze hebben dus een gat gegraven in het zand. Ja, anto na pone un tiki alimenten ki un tiki alimentina. En ze hebben een paar plekken een beetje eten neergelegd. Anto na ba vrominga na door die un buis kon anta wat dat na ba vrominga den koi. En ze lieten dus de mieren via een buis lieten ze daar naar binnen gaan. Is hier panamporasi experimenta, panamporasi parti experimentario e, para comprender qual é o vruminga da actua. Zodat ze dus een experiment kunnen doen en kunnen zien hoe de mieren hierop reageren. In het moment dat de vruminga aan je nog kan minder, kan dat wat en op het moment dat de mier besefte dat hij ergens is waar hij dus niet bekend is. Ela sale com isso dal rondje. Begon hij dus eerst rondjes te maken. Zodat hij zich kan beseffen en herkennen van waar hij nu is. Pero tiene un propósito. Maar hij heeft een doel. Nos tengo proveer comida. We moeten zorgen voor eten. Ja? Então nós temos qualquer período que nós temos zomer, nós temos que prover a água aqui para o winter não potra. En we moeten dus ook beseffen welke periode we leven, want als het zomer is, dan moeten we nu ervoor zorgen voor de winter van de winter. Que mesora é vruminga aqui está ativa. Dus op dat moment wordt het meer gelijk actief. Ja? Nós temos que actuar, nós temos que prover. Dus we moeten zorgen voor het eten. É da pensa. Dat bedenkt hij zich. Mijn geliefde broeders en zusters. Se é vruminga da pensa. Als deze mier nadenkt. Of se é vruminga da analisa. Of als deze mier analyseert. Amigo, we not tengo así. Moeten jij en ik dat ook niet doen? Dat is hetgeen wat de mier ons leert. Ik weet niet of jullie met me zijn vandaag. Ja. Pensa pro me cubo papia. Denk na voordat je spreekt. Ta prudente y apartabo mes voor die maldad. Behoud jezelf van de slechte dingen. Bijbel de bise kosna ki ta parti di sabiduria. Dus de Bijbel zegt dus dat dit een deel is van wijsheid. Men koke vruminga ta usa sabiduria. Net zoals de mier ook wijsheid gebruikt. En die tres karakteristika. De derde karaktereigenschap. Nanta tra junto. Ze werken samen voor hun welzijn. Romans die maar robot papje die iglesia, no? Wanneer je spreekt over kerk, bonota papje die amimas. Dan spreek je niet meer over ik. Orabota casa. Wanneer je getrouwd bent, bonota papje die amimi. Dan spreek je niet meer over ik. Bonota papje, bo vocabulario tingu cambia. Je spraak moet veranderen. Bonota papje die nos. Je gaat dan spreken over wij. Bonota papje die junto. Je zegt over wij samen. Roman, como te pensa? Mijn broer, hoe denk je? Junto. Het gaat om samen. Ora Dios die ban crea gente. Que toen God zei, kom laten wij mensen. Hij zei, laten wij mensen. Crea na. De verdad? Is het niet waar? Ora que Dios abre y brúa lenga di mundo antediluviano. Dus, of post-deluviano, dus weer zien deluvio. Dus wanneer God dus de taal ging verwarren van de mensen na de zondevloed. En die lagen nos. Baja y confundina. En toen zei hij ook, laten wij naar beneden gaan om hun te verwarren. Y amigo, we tengo comprender principio aquí. En jij en ik moeten deze principe begrijpen. Porque en el momento que nos no comprender principio aquí, want op het moment dat wij deze principe niet begrijpen, desunión te queda ahí. Dan heb je altijd een meningsverschil. We no potra nunca, nunca junto, Roman. Je kan dan nooit samenwerken. Misaco, we te comprender no nos estaba en el día. Ik weet niet waar jullie beseffen waar we zijn vandaag. Vamos a seguir avanzando. Laten we verder gaan.
E di quattro punto. Is the vierde punt. Nang nota preocupa nang mesku nada. Ze maken zich dus nergens zorgen over. Ja, Steven, PowerPoint. PowerPoint. E bestia na que nota preocupa nang mesku nada. Dus deze beesten maken zich nergens zorgen over. Qualquer obstáculo que tem. Dus welk obstakel ook dan ook. Pa nang eigenlijk nota existe um obstáculo grande. Voor hun bestaat dus eigenlijk geen groot obstakel. Camina no tem camina. Dus daar waar geen weg is. Nang ta trae. Dan maken zorgen ze daarvoor. Mas acabei mostrar uma ilustração agora, ik heb ¿verdad? Dus net de illustratie laten zien. Que me lo que cuta parece impossível. Dus datgene wat onmogelijk lijkt. Pe é beestia que entra impossível. Voor dat beest is het niet onmogelijk. Ja. Para sombra nanta tra junto. Want ze werken samen. Nanta sabi. Ze zijn slim. Antombra nanta incansável. En zijn onvermoeibaar. E na nota preocupando mesmo e obstáculo que tem. En ze maken zich geen zorgen om de obstakels. Irmãos estimados, saco inspiração te bisanos, no? Weet je wat de geest de profetie ons zegt? Que eu nós temos que sinhe eu, pero não é eu só nós também. Nós temos que sinhe é princípio na que tem de natureza de bestia. Dus wij moeten aan de kinderen, niet alleen aan de kinderen, maar ook onszelf, de principes vanuit deze, vanuit de natuur leren. Zodat je niet gaat zeggen dat ik het heb gezegd. Het staat hier op het scherm. En wat zegt het ons? De dieren zelf worden wat? Wat worden zij? Wat de keer ik heb bestia en ik posie ons algo weer? Denken jullie dat deze dieren ons iets kan leren vandaag? Ah, dit is sabu. Kijk, het zegt het. Então, um princípio mais grande mesmo está mostrando nós que não é besta que possui a nós. En er laat dus een heel belangrijk principe zien wat deze dieren ons kan leren. Unidade. Eenheid. União. Eenheid. Para alcançar a missão. Om de missie te volbrengen. Este bisabu é mesmo animal que vira não maestro não. É vruminga não está sim a nós. Nós. Dus de dieren leren ons vandaag. Ja. Este bisabu é vruminga não possui a nós. Les nan di trabalho paciente. Dus de mieren kunnen ons geduldige lessen leren. Di perseverancia. Om vol te houden. Escuche bom. En luister nu goed. Pa vencer e obstáculo nan. Om al deze obstakels te kunnen overwinnen. Di previsão pa futuro. Dus om dit in de toekomst te voorkomen. Dios está papiando conosco obviamente. Om te voorzien voor in de toekomst. Mino saco bota compro de no nosta. Ik weet dus niet of je begrijpt waar we zijn. Um animal, dus een dier, o reino animal, is het koninkrijk van de dieren, die um les, heeft een les, para de Deus, voor de kinderen van God. Wat ook maar nu zien jullie waar we zijn? Oké. Okay. Okay. Het is sabu. Het zegt. Het parananta maestro den les dan douche de confiança. Dus de vogels kunnen we lessen uitkrijgen uit vertrouwen. Het paranang por si nos confia den Deus. Kunnen de vogels ons leren om op God te vertrouwen? Toen ik vandaag naar de kerk kwam. Riba A12. Dus op de A12. Was er meer een troepa die para taba de boela. Dus zagen we een hele troep vogels. Een grote groep vogels. Maar ze vlogen zo mooi. Amita tingu fika mi bista ribe carretera, pero mi casasia que da wakna. Dus ik moest mijn zicht op de weg houden, maar mijn vrouw kon ernaar blijven kijken terwijl we naar reden. Dus terwijl ze dus vlogen, dan maakten ze allerlei figuren. Pero tan grupo, un grupo di para. Maar het is één groep van vogels. Cada tiene una habilidad. Dus elk even heeft een vaardigheden. Elk even hun manoeuvreert door zijn kunstjes. Pero ta un grupo di para. Maar het is één groep van vogels. Antombra nan pode ser no sana precis na una nan tabulando dabei. Dus misschien weten ze niet waar ze naartoe vliegen. Pero nan ta confiando ribe su un ka crea nan. Maar ze vertrouwen op degene die hun heeft geschapen. Die Bijbel te bisabu claramente den salmo nan. En de Bijbel zegt ons heel duidelijk in de salmo. Dat Dios te sun ku ta provee pe bestia nan. Dat God degene is die voorziet voor deze dieren. Die bestia nan ta sabi di confia ribe eterno. En deze dieren weten en vertrouwen dus op deze eeuwige God. Inspiratie zegt ons dus dat deze dieren levenslessen voor ons hebben. Ze zijn ook constant in het gevaar van hun vijanden. Die proberen hun te vernietigen. Escuche bom. En luister goed. Sin embargo, cu gozo nang ta hasi nang trabaw. Maar ze doen dus hun werk met vreugde. Er reino animal ti algo de sien onze we? Heeft het koninkrijk van de dieren ons iets te leren vandaag?
Ta prohibido bisame ani gidin? Is het verboden om amen te zeggen hier? Tiene rumana lanta. Ik wil dat jullie wakker blijven. Obosano drumi. Zodat jullie niet in slaap vallen. Mi rumana. Mijn broeders en zusters. E kodi ma fefelu. Hetgeen wat het meest vervelend is. Notaku e animal lan sotin les nan pasienos. Is niet alleen dat deze dieren les hebben om ons te leren. E kos di ma tristu ta. Het trieste is. Ku como cristiana, nostra cristiana? Zijn wij christenen? Rumana, de cristian? Ben je een christen? Quanti nostri cristiani din? Hoeveel van ons zijn niet christenen? Si, bon da cristian, avevo di vida. Als je geen christen was, dan word je vandaag een christen. Avevo di vida cristian, si, bon da. Dan word je vandaag zeker een christen als je het nog niet was. Ja? De nombre di Jesus. In de naam van Jezus. Ma avevo di vida un seguidor di Jesus. Dus vandaag word je een volger van Jezus. Awo assunto ta. E quello di mas serio ta. En het allerbelangrijkste is. Ku como professo nan di ta cristian. Voor degene die professeren dat zij dus een christen zijn. Asta e incredulo nan din les pasia amiku. Hebben zelfs ongelovigen een les om aan jou en ik te leren. Roman, maar kap dat je maar bisa. Heb je gehoord wat ik zei? Roman. Broeders en zusters. E incredulo nan kun nota kere den Dios. Dus de ongelovigen die niet in God geloven. Of kuta kere den Dios di un forma incorrecto. Dus die op misschien in God geloven op een verkeerde manier. Kuta praktika otro kostan. Fuera de principio bíblico. Ze praktiseren dus andere dingen volgens en niet volgens de Bijbel. Está sirviendo un otro Dios. En ze dienen dus een andere God. De Bijbel te llama un pagano. En de Bijbel noemt hen heidenen. Roman nang ting algo de sia amicubo. Ook zij hebben iets om aan jou en mij te leren. Nang unta incredulo. Dus zij die ongelovig zijn. Tinku sia amicubo compatra den union. Moeten jou en mij leren hoe we moeten werken in eenheid. Tinku sia amicubo. Compatra incansabel. Dus ze moeten jou en mij leren om onvermoeibaar te werken. Het enige probleem con antinta. Het enige probleem die ze hebben nanta is. Nanta confia in hun proprio salvation. Ze geloven dus in hun eigen redding. Nan proprio sistema. Ze geloven in hun eigen systeem van redding. Zit een probleem. Dat is een probleem. Pero con nanti un les pasia amicubo. Maar dat ze een les hebben om aan jou en mij te leren. Puta profesa dita creyente. Terwijl we zeggen dat wij de gelovigen zijn. Dat is de les die ik jullie niet ga laten zien hoe zij werken. Zij bereiken uniform in een eenheid om hun doel te bereiken. Mijn geliefde broers, dus ik hoop echt dat wij dit vandaag begrijpen. Ik zal je laten zien hoe deze mensen werken. Weten jullie nog het verhaal over de toren van Babel? Dus hier zit ook een les in vandaag. Dus hier zit een les in voor jou en mij. Dus hier zal ik laten zien. Dus dat het niet het volk van God daar is. Ja? Sino un pueblo incrédulo. Maar een ongelovige volk. Ja? En ze volgden dus de passen van Nimrod. Qua crea su propia religión. Die zijn eigen religie heeft bedacht. Su propio sistema para salvación. Zijn eigen systeem om te redden. Ja? Bijbel te missen ons den Genesis capitolo Jesum. En de Bijbel zegt ons in Genesis 11. Y me debe lesa pabo for di versículo 1 mirumanstima. En ik ga voor je lezen vanaf Genesis 1. Mirumanstima Bijbel te missen ons awor henter tera tabata tinki ko bisami bisekumi. Zeg het met me mee. Wat zegt de Bijbel daar? Mesum idioma y mesum. Spraak dezelfde taal. Dat is ook een beetje zo'n romano dat ik in de zon. Laat even verder gaan. Want awor henter tera tabata tinki mesum. Idioma y emesu palabra nan. Tremendo. Zelfde woorden, zelfde taal. Enter terra. De hele aarde. Oké? Okay? Kiko tanifica emesu idioma y emesu palabra nan aquí. Wat betekent dat je hetzelfde taal spreekt, hetzelfde woorden? Lo que tim paraski bieginanta aún más profundo que literalmente idioma tal. Dus dit is, gaat veel dieper dan wat er nu wordt gezegd over de taal. Want ik ga je laten zien dat deze mensen. Denang proposito. Dus in een doel. Robes. Met een verkeerde doel. Denang proprio sistema di adoración y salvación. In een eigen systeem van redding. Toch nantabata uni. Waren ze toch een eenheid. Nantabata ribe mesum pagina para. Ze waren verenigd, ze waren op dezelfde pagina. Un 50 abota ribe kaft. Het was niet zo dat de een op de voorkant staat. En de ander dan mee. En de ander in het midden. En de zoon dat de den patras. En de ander helemaal achterin. Toer dat daar iemand met zo'n
página para. Ze stonden dus allemaal op dezelfde pagina. Dame sigue lesa cubo. Laat me verder met je lezen. Versículo 2 te bisanos. Vers 2 zegt ons. Oh, y eso sucedió que ora nantaba ta viajaba y para arriba. Ya. Este bisanos. Nan ahaya un sabana na terra de Sinar y aquí da biba ayanan. Escucha boa. Luister niet goed. Versículo 3. Vers 3. Y un así kiko bisa e otro. ¿Quién anga bisa? Laga a mí baitra. En wat zeiden ze? Laat ik. Romanan te. Zijn jullie met mij? Laga kentra. Laat wie wat maken? Laga nos tra klenku inka den forno. Panang sekabong. Inang tabata usa klenku na lugar di piedra. Inang tabata usa breu na lugar di klei. Versículo 4 tabisa. Bij vers 4 zegt dat. Escucha bom. Luister goed. Inang abisa laga nos. No ami. En hij zei weer, niet ik, Rumaastina. Maar ons. Laga nos junto. Así kiko. Laten wij samen wat tra doen. Quanto stat. Hoeveel steden wilden ze maken? 10? Eén stad. Den quanto hospital tu intensive care? In hoeveel ziekenhuizen heb je een intensive care? Den tour. In allemaal. Pero ora nos toma pia di unidad. Maar als we het hebben over eenheid. Ta un hospital botín. Heb je één ziekenhuis. Diferente departamento. Met verschillende afdelingen. De verdad? Is het niet waar? Tremendo. Geweldig. Nandi laga nos tra un stad pa quien? Dus hoor je hoe vaak je ons hoort pa terugkomen? Nos mes. Voor onszelf. Quanto toren? Hoeveel torens? Un toren. Eén toren. Cuso top te llega te den cielo. Dat de top tot aan de hemel bereikt. Quanto más ikinang? Hoeveel meer is hier? Y laga nos atrobe te bindilandi. Nogmaals, laten wij. Tra un nombre pa quanto? Eén naam nos maken mes. Voor onszelf. Nos no wordu plamari ba superficie di entera terra. Zodat we niet verspreid worden over de hele aarde. Tremendo, Roman. Geweldig is het. Quanto nos balesa? Hoe vaak heb je dus ons gehoord? Niu papia di ami. Niemand sprak over ik. Ora que fruminga nante itra. Dus wanneer de mieren gaan werken. Nanta bisa ami. Dan zeggen ze niet ik. Nanta bisa nos. Dan zeggen ze wij. Wij gaan werken. Botei gumi? Zijn jullie met mij? Tremendo, versículo 5. Geweldig, bij vers 5. We clave de bim. En nu komt het. Anto Señor abba pa mi restat y etoren kukene na kita batata. Yunang di. Wie waren deze mensen? Aquí no dice judí Dios. Het zegt hier niet kinderen di van God. Hende atra. Maar de kinderen van de mens maakten. Versículo 6. Bij vers 6. Lesa kumi. Y Señor abisa. En de Heere zei. Kumang. Ken tapapie kinang. Wie spreekt hier? Jesus te papiekinan, Dios te papiande kinan. Jezus spreekt hier. God spreekt hier. En weet je wat hij verklaart? Dios te declara akinan miruwa. Kijk goed wat hij hier verklaart. Versículo 6 te bisa. Vers 6 zegt. Nang ta kiko. Wat zei zij? Wat zijn zij? Un pueblo. Ze zijn één volk. Tremende cosa quitar, man. Geweldig is dit. Nang ta un pueblo. Inang tur ting emesung idioma. Ze hebben één volk en ze spreken allemaal dezelfde taal. I escucha bon que Dios está declarando kinang. En luister goed naar wat God hier verklaart. Paso aquí me demostrabo con e incredulo ante un les pasia amigo de lo que está unidad. Maar hier laat ik zien hoe de ongelovigen les te leren hebben aan ons over eenheid. Dios te declara bisande saki. En God verklaart en hij zegt het volgende. I esa kina kuminsa hasi awor. Essa aqui na começar assim. E agora, nada que não propone para assim, lo nota Kiko? Wat zal het dan niet zijn? Impossible panang. Het zal niet onmogelijk zijn. Tremendo e cosa que está, mijn romanen. Dit is heel geweldig, mijn geliefde broeders en zusters. Mijn romanen, stima. Mijn geliefde broeders en zusters. Het teksto biblico aqui. Dus deze Bijbeltekst. Dus het zegt dus dat heel de aarde één taal had. En ze hadden dezelfde woorden. Oké?
Agora, manema bisabo ore, no significa simplesmente que tu rene taba da papi mesmo um idioma solamente. Het betekent dus niet alleen maar dat we dezelfde taal spraken. Mas adi compa se contexto ta indicana nos. Dus van deze context laat ons zien. Na um maneira de bisa. Dus op een bepaalde manier te zeggen. Etera taba taribe mesmo página nogmaals. Dus dat de hele aarde op dezelfde pagina zat. Esse circo inteiro etera taba da tinha mesmo propósito. Dus heel de aarde had hetzelfde doel. Quentere etera taba da tinha mesmo ideia nan. Dus de hele aarde had dezelfde ideeën. Quentere etera taba da tinha mesmo mentalidade. En de hele volk had dus dezelfde mentaliteit. Presunto ta com uma mentalidade taba da erróneo. Maar het verkeerde is dus dat de mentaliteit verkeerd was. Nostei? Zijn we er? Pero não tava da tinha mesmo mentalidade? Maar hadden ze nou allemaal dezelfde mentaliteit? Mesmo propósito? Zelfde doel? Hã? Ah? Claro que sim, humano. Natuurlijk. Que mendi? Segundo que nós estamos compreendendo aqui, não? Dus wat wij hier verder van gaan begrijpen. Tur tava ta perfectamente unido. Ze waren dus allemaal perfect in eenheid. Ku un of mesmo espírito de rebeldia contra Deus. Met dezelfde geest van rebellie tegen God. Ojalá que haya nos tur por ti mesmo propósito. Oh, het zou fijn zijn als we allemaal hier hetzelfde doel zouden hebben. Mesmo direção. Dezelfde richting. Mesmo comprendimento. Dezelfde begrip. Mesmo mentalidade. Dezelfde mentaliteit. Mesmo visão. Dezelfde visie. Você aqui está conta para nós, Eri? Weet je wat dan voor ons nada que nós propone. Niks van wat we willen ondernemen. No nota impossible para nós. Zal dan niet onmogelijk zijn voor ons. De ongelovigen moeten dat aan ons leren. Mijn geliefde broers en zusters. Dus de ongelovigen die rebelleren tegen God moeten jou en mij iets leren. Tremendo. Geweldig. En de naki. Dus deze mensen. Ainda. En des te meer. Taribe mesmo um propósito. Dus ze hebben dus hetzelfde doel. Para criar the new world order. Dus om de nieuwe wereldorde te vormen. Na e toren aqui. Dus daar bij die toren. Ta um new orden mundial lang que era criar. Dat was dus een nieuwe wereldorde dat ze wilden creëren. Nos propio religio. Dus ons eigen religie. Nos propio comida, né? Onze eigen eten. Nos propio paia, né? Onze eigen kleding. Nos propio cantica, né? Onze eigen liederen. Nos propio salvação. Onze eigen redding. Nos propio religio, nos propio dia hasta de repouso. Maar ons eigen religie, maar zelfs ons eigen dag. No te sei ta caminda que mundo que te baiba? Is dat niet hetgeen wat deze wereld ons naartoe brengt? Onde la comisa? Waar is het gestart? Aqui não. Hier. Ante te sigue. En het zal verder gaan. Você que Bijbel te bisa? Weet je wat de Bijbel ons zegt? Nang a propone de nang coração. Dus ze hebben iets geplaatst in hun hart. Kiko abo ta proponiendo de meu coração. Wat plaats jij vandaag in je hart? Pasando na kita proponiendo pa bai contra Dios. Dus ze hebben als doel om tegen God te gaan. Awe bota uniendo com Jesus pa proponer de meu coração pa cumprir com a missão que ele encomendou com ele. Ben jij aan het verenigen met God zodat jij dus dezelfde doel kan doen die God jou heeft gegeven in je hart? Gaan we mee naar 1 Corinthië 10. Pablo, dus Paulus spreekt tot Corinthiërs. De iglesia di Corinto mi rumana si mata in differente problema. Dus in de kerk van Korinthe waren er heel veel problemen. Diferente problema que Pablo estava a deal com ne da igreja de Corinto, danke. Er waren heel veel problemen waar Paulus mee om moest gaan. E um dia problema não com nosso papi de Jackie, tá? Dus een van de problemen wat we gaan bespreken is. O da igreja aqui. Aunque estava a uma igreja rico na conhecimento. Dus ook al zijn ze dus rijk in kennis. Não estava a ter divisão entre nós. Ze hadden een diverse een scheiding in hun midden. Quattro palabra, cardabon. Contrario di unión taquico. Dus wat het tegenovergestelde van eenheid. Desunión, división, dividi. Dus dat is een scheiding. Ja? E iglesia qui, tabatatin, división de nan. Dus deze kerk had dus een meningsverschil in hun ja? midden. Ja, antonosto bewaakt aan me.
Kiko taba te kousa din ang division. Dus we gaan ook zien wat de oorzaak was van hun meningsverschil. 1 Corinthiërs 1:10 zegt. Je kan het in je eigen Bijbelvertaling volgen. Et bisa awormita exhortabos romanan pa medio di en nomber di nos Señor Jesucristo. Escucha bon. Luister goed. Pa boso tura si kiko. Om zodat jullie wat allemaal doen. Papia emes un kos. Zijn jullie met mij? Pablo ta exhortando e iglesia di Corinto, met wat vermaand Paulus deze kerk in Corinthe? Il capitolo di su scritto nella iglesia di Corinto da cominciare che sa. Dus hij begint in zijn eerste schriftlezing dus bij deze kerk Corinthe met het volgende. Paso Pablo tende. Want hij heeft dus gehoord. Chico tabata andando of den qua forma e iglesia tabata andando. Dus hij heeft dus gehoord in wat voor status de kerk was. E Pablo den in nombre di Signore Jesus et abisando. En in de naam van Jezus Christus zegt Paulus. E di boso tin quaia frena back aqui. Frena. Mi sa quando bisa freno holandese. Frena ta lo che cubo ta tene ka bai gune. Teugels. Juist. Oké. Okay. Je frena back. Dus frena bo sanga kinang. Jullie krijgen weer de, jullie worden de teugels aangetrokken. Sorry, be caminda cubo santa bayende kita robes. Want op de weg waar jullie nu gaan is verkeerd. Futuro conocimiento cubo sanding. Met alle kennis die jullie hebben. E di. En hij zei. Pa boso tur papia e mesun kos. Zodat jullie allemaal hetzelfde spreken. Na papia mesun kos. Na comprender mesun kos. Dus terwijl je dan over hetzelfde spreekt, dan zal je ook hetzelfde begrijpen. Na anda denge mesun proposito nan. Dus om te werken vanuit hetzelfde doel. Roman, moet ik horen, Kiko, Genesis 16, 6, bisa. Weet jullie nog wat Genesis 11, 6 zegt? Nada lota impossible, Pablo. Niks zal onmogelijk zijn voor je. Paso, bota siendo Kiko. Want wat doe je dan? Uniendo denge mesun proposito. Je verenigt je in hetzelfde doel. Bota hier, Kumi? Zijn jullie met mij? Zodat deze aarde dus kracht zal krijgen. Ora ku COVID, adala ding. Toen COVID ontstond. Nanta tinkuasi algo pa ekoipo alcanzar entere mundo. Moesten zij dus iets doen zodat de hele wereld zou bereiken. Pa impulsar entere mundo injectar en curva. Dus om deze wereld dus te motiveren om zich te laten fascineren. Kemang enang bo to comprende e poder ku tin den kiko. Unión. Dus daar zie je dus wat de kracht is in eenheid. Botei kumi? Zijn jullie met mij? Pablo de Bisa. En Paulus zegt. Ipa notin division entre boso. Si bota papiando mesun kos bon portin division. Dus als je over hetzelfde spreekt, dan kan er geen scheiding zijn. Pablo de Bisa. En Paulus zegt. Pa boso ta perfectamente kiko. Unie. Zodat jullie perfect verenigd zijn. Den kiko Pablo. In wat Paulus? Den mesun mente y mesun opinion. Dus in jezelfde mening, in hetzelfde verstand. Kemen miru manas tima. Dus daarom, mijn geliefde broeders en zusters, contrario di unidad, het tegenovergestelde van eenheid, dat division, no is scheiding. Is dat niet waar? Zijn we er? Aquí no nos to comprende. Dus hier begrijpen wij, nos no por cumplir perfectamente con nos misión como iglesia. Dus wij kunnen onze doel als kerk dus niet volbrengen. Mientras tanto cutin división. Terwijl er een scheiding is in ons midden. Y mientras con nos ta ocupanos mes de en lucha nan pa vanidad intelectual. Terwijl we dus strijden dus voor nutteloze intelligentie, wijsheid. Y pa hasta supremacía mita más que sí. Om jezelf alleen maar omhoog te heffen boven de ander. E obra ta wordu oprimir human. Daardoor wordt het werk onderdrukt. Het werk kan er niet verder vooruit. Ora notin union. Als je dus geen eenheid hebt. E iglesia ta bira irrelevante. Dan wordt dus de kerk irrelevant. E iglesia ta queda sin pasión pa emisión. Ze blijven zonder passie. Y eta sigi reduci pa cu e evangelio. En ze blijven dus minder geven van het evangelie. Y siendo de condición aquí, mi humana estima, en terwijl ze dus in deze conditie zijn, nos no por alcanzar e comunidad y for. Kunnen wij dus de gemeenschap daarbuiten niet bereiken. Ni más que cuánto programa nos pone. Oh, maakt niet uit hoeveel programma's we organiseren. Nos no por alcanzar e comunidad y for. We kunnen dus de gemeenschap daarbuiten niet bereiken. Die con. Waarom? Paso nos no tiene mesun espíritu. Want we hebben niet dezelfde geest. Nos no ta parar de mesun página. We staan dus niet op dezelfde pagina. Ding. Division. Dus er is scheiding. E Pablo tabisa eta exhortanos. En Paulus zegt dus, hij vermaant ons. Tapese mi romanas tima. En daarom, mijn geliefde broeders en zusters.
Desunión, discordia, es decir, desacuerdo. Dus meningsverschil, niet met elkaar eens zijn. Ta impulso pa tin competencia pa poder. Dat zijn impulsieven die geven dus dat er een competentie is naar macht. Envidia y jaloersheid. Jaloezie en afgunst. Y econagita ocupa el lugar que Espíritu Santo me se toma de corazón. En dat zijn dus de dingen die dus de plek bezet houden waar de Heilige Geest zou moeten zijn. No estoy comprendiendo, mi hermana, estima? Begrijpen we dit nu, mijn geliefde broeders en zusters? Ta imposible pa crear un ambiente apropiado o favorable. Het is dus niet... Está imposible para crear un ambiente favorable. Het is onmogelijk om een goede plek te creëren. Para revivimiento. Voor opwekking. Camina tin división. Daar waar scheiding is. Agua para la mano. Dat is gewoon het water brengen naar de zee. Miro más tima waki. Mijn geliefde broeders en zusters, kijk. Como te bij construir of te bij lagnos visa touch of bocas, no? Dus als jij jouw huis gaat vernieuwen, herbouwen. Of frissen. Als jouw dak een lekkage heeft, ventana, begin je dan eerst met het vervangen van je ramen a porta. Of de deur. Más welke is het meest belangrijk? Que die gat in het dak, want als die open blijft, muralla, dan beschadigt het laminaat, de muren, de laminaat, frigidel, de koelkast putre porta que ventana andame. En de deur en de ramen die zullen ook verrotten. Wat denk je? Zijn jullie met mij? De causa, ta? Dus daar waar het probleem is, hey, nos tinko atende, daar moeten we mee omgaan. Nos te? Zijn we er? De raíz, ta? Daar waar de wortel zit, hey, nos daar moeten we zijn. Nimpo atende, lo que ta efecto. Ik kan dus niet omgaan met de effecten, met y de gevolgen. Atende, raíz. Ik moet gaan naar de wortel. Mientras tanto, mi no atende, raíz. Dus terwijl ik niet omga met die wortel, ¿cuánto remedio que bodun, het maakt niet uit hoeveel medicijnen je dan aan mij geeft. Ecogumai, taqueda, hetgeen wat ik heb gekregen zal terug blijven taqueda, komen. Taqueda, en het blijft komen. Taqueda, en het wordt alleen maar erger. Raíz, want het krijgt alleen maar meer wortel. ¿Oste? Zijn we er? Tremendo. Geweldig. ¿Qué me andi? Para nos po comprender ahora, dus nu, om nu te begrijpen. Kikota e causa di division. Dus wat is nu, wat veroorzaakt nu scheiding? Laten we kijken naar deze wortel. Het zit in hetzelfde boek Corinthiërs. Dus Paulus zegt het zelf. Dos capítulos después. Dus twee hoofdstukken verder. Condición de iglesia na Corintio. Dus hij vertelt daarop de conditie van de kerk in Corinthe. Het is de 1 Corintiërs 3:1-3. Hij vertelt dus in 1 Corintiërs 3:1-3. Ja, Pablo de Bisa. Paulus zegt. I ami rumanang. No por apapia cuboso manera ta papia cuende spiritual. E di, si no manera ta papia cuende con. Hoe? Repetie pa mi. Herhaal het voor mij. Si no manera ta papia cuende. Carnal, de carne. E di manera cu mucha chiquito de Cristo, de Señor. Que me ande a iglesia me será alcanzar una madurez y me está cumpliendo con su misión. Dus deze kerk had een bepaalde volwassenheid moeten bereiken zodat ze een missie konden volbrengen. Pero iglesia caído en lodo que nan mi romance. Maar ze zijn hier in een modder terecht gekomen. Y el lodo que nan caído en jeque nan anta. En de modder waar ze daarin terecht zijn gekomen. Dus daar was scheiding. Pleito. Ze hadden ruzies. Tien envidia. Er was afgunst. Egoïsme. Er is egoïsme. Tien jaloersheid. Ze hadden jaloezie. Nee, ik ben degene die het moet doen. Ze begonnen te zeggen, nee, ik hoor bij Apollo, ik hoor bij Paulus, ik hoor bij de ander. Ze begonnen dus te zeggen dat ze iets zijn, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Ze begonnen naar elkaar te kijken. Lubidando con antigo wak na Cristo. Ze moesten vergeten, dus ze vergaten dat en ze moesten dus naar Jezus kijken om te zien hoe slecht ze zelf zijn. Ze begonnen dus hun schouders aan elkaar op te meten. Ik ben meer dan jou. Ik heb meer kennis dan jou. Oh nee, ik heb het hier altijd besloten. En zo zal het altijd blijven gaan. Zie je dat? De kerk kan zo niet functioneren. Het maakt niet uit wat je dan doet. Hoeveel programma's je dan ook maakt. Pablo, su promes sermon. Dus de eerste dienst van Paulus. Su promes mensaje. Zijn eerste boodschap. Pablo no duda para llegar a la raíz.
Dus hij twijfelde niet om bij die wortel te komen. Direct naar raíz el bay. Hij is direct naar de wortel gegaan. Hij entiende vosotros carnal. Hij zei: nee, jullie zitten nog in het vlees. Mi no papio con vosotros en espiritual, hermano. Ik kan dus niet spreken tot jullie als geestelijke mensen. Jullie zijn dus zitten nog in het vlees. Versículo 2. Vers 2. Miedo no vosotros leche pa bebe, no comiendo sólido, di con. Waarom? Pa sombra vosotros no estaba ta por recibir saque ainda. Anto hasta hoy, esta visa, si te ainda boso no por. Di con. Waarom? Versículo 3. Bij vers 3. Pa sombra ainda boso ta carnal. Esta sigue visa pa sombra como kuta existi, Kiko, envidia, obra di carne. Dus dat is een werk van het vlees. Pleito, obra di carne. Ruzie is ook het werk van het vlees. Division. Obra di carne. Scheiding is ook het werk van het vlees. Entre vos y tabisa, en dat onder jullie. Nota carnal vosota. Dan ben je toch in het vlees. Y nota manera hende vosota tacana. Ah, nota manera tur hende vosota tacana. Want dan wandelen jullie net zoals alle anderen. Un Juan 2:6 tabisa manera quien mit un cana. En Johannes 2:16 zegt: als wie moet ik lezen, lopen, net zoals Jezus. Mi no tengo imita un otro. Dus ik moet niet een ander imiteren. Mi no tengo busca cos de afopa in capaden. Ik moet geen dingen van buiten zoeken om naar binnen te brengen. Mi no tengo cana manera un otro, den diseño de un otro. Ik moet dus niet in evenbeeld van de ander gaan lopen. Den mente y propósito de un otro. In het verstand en het doel van die ander. Sino únicamente de son de Cristo Jesús. Maar alleen in die van Jezus Christus. Mirumanstima. Mijn geliefde broeders en zusters. Espíritu de envidia. Dus de geest van afgunst. Y suposición, assumptions. En aannames. Juist. Malu ei, espíritu malu ei. Dus die slechte geest. Ta stroba espíritu santo de Dios. Dus die weerhoudt de goede geest van God, de heilige geest van God. Plenamente na el corazón. Om direct bij het hart terecht te komen. Et deseo na un sentimiento na kuta domina el corazón natural. Dus deze wens en verlangens die het natuurlijke hart domineren. Mester wordo somete pa el poder de Jesús. Je moet onderworpen worden aan de kracht van Jezus. Promeco el ser humano natural y carnal llega na comprender y apreciar el costan divino. Voordat deze natuurlijke mens al dit kan begrijpen. Ja? Pensei. En daarom, un mente cuta baudie poder di envidia, pleito y egoísmo. Dus een verstand die onderdrukt wordt door afgunst en ruzie en twist. Corazón Bijbel te bisa en no po comprende e costan cuta espiritual. Dan heeft de Bijbel gelijk wanneer het zegt van deze persoon kan de geestelijke dingen niet begrijpen. Als je mes un buki di Corintia aquí capítulo 2 versículo 14 te bisa. Want in hetzelfde boek van Corinthians 2 vers 14. Pasó un ende con nota espiritual, nota acepta el costan di espíritu de Dios. Want iemand die niet geestelijk is, zal het geestelijke van God niet accepteren. Pasó sombra nanta locura pe y no po comprendenan. Want het is nutteloos voor hem en hij zal het niet begrijpen. Pasó sombra ta espiritualmente nanta wordu juzga. Want zij worden dus geestelijk veroordeeld. Naminabu un causa más. Ik zal je nog een oorzaak geven. Die komt in division, in pleito, in egoïsme, in envidia. Dan waarom er afgunst, strijd is. Inspiration en jaloezie. Los. En de inspiratie zegt ons. Lo que ta causa division y discussion de un familia. No familia so. Dus niet alleen in de familie. Esta sigue visa de iglesia. Maar het zegt dus ook in de kerk. Kike ta miruma. En wat is het? Separación de Cristo. Es de scheiding van Christus. Que me e alma a separar. Voor die Jezus. Dus de ziel scheidt van Jezus. Roman, ora bo separa voor die Jezus, Roman. Als je afgesneden wordt van Jezus. Roman, da koi bo naturaleza bo tasi. Dan doe je dus alleen maar natuurlijke dingen vanuit Roman, het vlees. Roman, koi bo naturaleza so bo poasi. Dan doe je dus alleen maar dingen vanuit het vlees. Also, esun ku tin ku mantene bo di control. Dus van en naturaleza male? Van degene die jouw slechte natuur onder controle moet houden. De Espíritu Santo de Dios. Dat is dus de Heilige Geest van God. Pero me está permitiendo. Maar ik sta hem niet toe. No estoy para terminar. We moeten nu gaan stoppen. Opa, me pon abere medie met dat je moest trabu. Raïsie, ja, vrouw. Om jullie het medicijn te geven, moest ik dus het wortel opzoeken. E causa ta separación de Cristo. Scheiding van Christus. Duidelijk. Ahora. Oh, man, dat is nu maar terminaal. Oké. We moeten gaan eindigen. Met die moest trabu rapidamente. E poder y e bendición de unión. Ik wil even te snel laten zien wat de kracht is en de macht is van. Eenheid. Maar één ding. We kunnen dus verenigd zijn. Maar in de waarheid.
Zijn jullie met mij? Want als wij niet verenigd zijn in de waarheid, dan blijft het dus ook een scheiding daar. We zullen dan niet op dezelfde pagina zijn. Martin Luther, Martin Luther zei het volgende. Het is beter om gescheiden te zijn voor de waarheid. Dan verenigd te zijn voor hetgeen wat slecht is. Dus als ik verenigd ben. Dan moet ik verenigd zijn in de waarheid. De reden waarom hij dit zei is. Dus in tijden later zei hij. Paso no opone. Na error. Dus als je dus niet doorgaat met die zon, met het fouten. Tanifica aprobe. Dat betekent dat je toestemt. Yes. Als je niet afkeurt, betekent dat je toestemt. Error, dus als ik dus tegen deze het verkeerde ben. Mita aprobande. Dus als ik niet tegen het verkeerde ben, dan not stem ik toe. Termino neutral. Dus je hebt geen termijn, je bent niet neutraal. Nog steeds? Zijn we er? Et abisami. En het zegt me. Not defende e verdad. Als je de waarheid niet beschermt. Tanifica kiko. Wat betekent dat? Ninge. Dan wijs je het af. Not in termino neutral, Roma. Dus je hebt geen neutraal terrein. Ja? Awo mi demonstrabo rapidamente de minuten en koke damigi. En nu ga ik heel snel laten zien in de minuten die ik nog heb. E gran poder kutin den union ie bendishon kutin kune. De grote kracht en eenheid in de zegening die er mee komt. Matteo 18. Matteus 18. 18 te kubinti. 18 tot 20 zegt. Quando di noi sa je testo aki kuta bisaka minna dos of mas reunie in nang mitame medina. Hoeveel van jullie kennen de tekst waar twee of drie of zijn of meer? Daar ben ik in jullie midden. And di nu enigo sabi? Is er niemand die Bijbeltekst kent? Ah, oké. Oké. Maten Steven a mencionewe. Ik hoorde Steven net benoemen. Pero. Maar. Jesus. Maar Jezus. Ta junto com quem? Is samen met wie? E junto com quem su poder. Of de hond ook een het derma zo poder. En met wie stoort hij dus zijn kracht? Versículo 20, nós talvez sabinte só timia. We lezen vaak alleen maar 20. Na mi bisabo que tabisa. Maar laat me je zeggen wat er staat. Die verdad met tabisa boso versículo 18. Bij vers 18. Tur lo que boso mara aqui, ribatera. Al hetgeen wat jullie vinden. Lo tamara denchelo. En dan mal interpretar tekst aqui para quente mara demônio, com los demônio. Dus heel veel mensen hebben deze Bijbeltekst verkeerd geïnterpreteerd door te denken dat het gaat om het vastbinden van demonen. Ik ga het nu niet op in, maar ik zal het de andere keer uitleggen. Permite mostrar você que é texto que significa. Maar ik zal je wel laten zien wat deze tekst zegt. Turlo que vos mara ribatera lo tamara denchelo e turlo que vos los ribatera lo ta los denchelo. Versículo 19. Bij vers 19. Atrobe mit abisa boso Cusi ribatera dos di boso asikiko. Also wat doen? By di acuerdo tocante di qualquer cosa que nang pidi, esa que lo wordo asi pa nang dor di mitata kutana unda. Di vaarheid in de hemel. Pa Dios por aprobar algo. Dus voor God om iets toe te laten. Pa Dios por bendicionar algo. Dus voor God om iets te zegenen. Pa Dios su poder acompañar algo. Dus voor God zijn kracht om iets te vergezellen. Su iglesia. Dus zijn kerk. Iglesia refugio. De kerk refugio. Con refugio meseta. Hoe moet refugio dan zijn? Edi. Hij zei. Cusi ribatera dos di boso by di acuerdo. Hij zei, als twee van jullie hier op aarde eenparig zijn. No passe parte aquí voorbij. Dus sla dit niet voorbij. Si nos no by di acuerdo junto. Als we niet samen één zijn. Dios no può contestar lo que con nos sta pidi. Kan God geen antwoord geven op hetgeen wat we hebben gevraagd. Mas, wat heen, zijn jullie met mij? Aquí está poder de unión que está aquí dentro. En hier zie je dus waar de kracht van eenheid zit. Ora bota uní. Wanneer je dus verenigd bent. Kiko Dios está capaz de hacer. Wat is God dan bereid om te doen? Y nada que está parce de está imposible de nos vista también es posible. En al hetgeen wat voor ons oog onmogelijk is, wordt mogelijk. Pues nos sirve un Dios que está haciendo lo imposible posible. We dienen een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Ja? Het is een onze woord. Un Juan 5 de squadra de Bisa, dus lo que tenemos un baile de acuerdo con el cita, conforme Dios su voluntad. Het moet gaan, wel gaan, ja? Willen, zoals Gods wil. Nos domeste falla en parte E. Dus dat stukje moeten we dus niet vergeten. Want ons bij termina. Dus zodat we kunnen gaan eindigen. Mi romana stima. Mijn geliefde broeders en zusters. Den Jesús su oración. Dus in de gebeden van Jezus. Intercessor.
In su oración intercesor, que la intercede para su discípulo. In zijn verzoenende gebed voor zijn discipelen. Den e anoche promega la guardo entrega. In de avond voordat hij zich moest overgeven. Jesús a enfatizar mi humana estima repetida vez que me dijo pibia. Dus herhaalde Jezus, benadrukt hij meerdere malen. E importancia di e acción di tin un spirito di unión. Dus het belang van een geest te hebben die in eenheid is. Den su iglesia. In zijn kerk. Pese Jesús te bisa nos den Juan 17:11. En daarom zegt Jezus in Johannes 17:11. I a mi et resa ne tata. En hij spreekt tot de Vader. Nota del mundo mas. Ik ben dus niet meer in de wereld. Maar dan cita del mundo. Maar zij zijn wel in de wereld. Mi ta bin cerca bo. Ik kom bij u. Tata Santo, guarda nan den bo nomber. Bewaar hen in uw naam. En nomber ku bo adunami. In de naam die u mij hebt gegeven. Pananta kiko rumans tima. Zodat zij wat zijn geliefde broeders en zusters. Zodat ze één mogen zijn, net zoals wij één zijn. Zie je het verlangen die Jezus heeft met zijn kerk? Versículo 20 en vers 20 zegt het volgende. Mijn nota pidi pa isaki nan so ese sirpe disipelan, pe apostelan e tempi. Ik vraag het niet alleen voor mij, maar ook niet alleen voor de apostelen in die tijd. Van je mic. Ma tambe pesnan kuta kere den mi... Pa medio dinang, palabra. Maar ook voor degene die geloven in mij door het woord. Dus esnang significa amikubo awe. Nos awe mi humanas. Dus die personen betekenen wij hier vandaag. Jesús abisa panang tur, nos tur, porta kiko. En wat zijn wat allemaal zijn? Un meskosku abo otata ta denmi i ami dembo ake kostabing. En hier komt het, hier zit het hem. Si nos ta den desunion. Dus, desacuerdo, dus als wij meningsverschil hebben, tem division, en er is een scheiding, con Jesus, qual é a palavra que está se cumpre de mi cubo? Hoe kan dit woord dan werkelijkheid worden voor ons? Tem promessa tinha aqui. Hier is een belofte. Toch? Toch? Um promessa tinha aqui, não? Hier staat een belofte. O tata den mi e ami den bo panang tambe porta den nos. Zodat ook zij in ons mogen zijn. Ante cosa di mas bonita de intere cosa que dá? En het allermooiste hiervan is. Ora tem e união. De Cristo com sua igreja. Dat wanneer er eenheid is van Christus met zijn kerk. E ora é igreja de Cristo tá den união. En wanneer de kerk van Christus in een eenheid is. Mundo por mire coisa aqui. Dan kan de wereld het zien. E mundo por um de um paga. Okay, e essa aqui por glorificar e tata. En hierdoor wordt de Vader verheerlijkt. Passou também esse versículo 22. Want het zegt bij vers 22. E gloria kubo adunami, mi adunanang panang takiko. Zodat ze wat zijn? Un meskos kunos ta un. Awet bing. En nu komt het. I ami denang i abo den mi. Panang porta kiko rumanstima. Zodat ze wat zijn, mijn geliefde broeders en zusters? Perfecto den unidad. Dus perfect in een eenheid. Pa mundo porsa. Si no tem perfeição de unidade, mundo um posa. Dus als er geen perfectie is van eenheid, zal de wereld dat zien. Espírito de união de Cristo. Want de geest van Christus van eenheid. Nota wordo manifestado en el pueblo profeso de Dios. Zal dus niet gemanifesteerd worden onder het volk van God. Pesenta bisa pa el mundo por saco ta abo amandami. Zodat de wereld kan zien dat u heeft gestuurd. I kubo astima nang meskos kubo astima ami. En van hen heb gehouden net zoals hij van mij hield. Irumans tima. Akimita nabu e remedi. Sisters, hier geef ik dus het medicijn. Pa emalesa. Voor deze ziekte. Emalesa di envidia. Dus de ziekte van afgunst. Emalesa di division. Van scheiding. Emalesa di pleito. De ziekte van twist. Ah? Desacuerdo. Dus meningsverschil. E remedi ta saki. En de medicijn is het volgende. Se divisão está vindo por de separar por de Cristo. Dus als scheiding komt door het scheiden van Christus. Andere nós temos quase contrário de wordo separar nós temos assim. Dan moet ik tegenovergestelde doen van scheiding. We moeten toch dichter gaan naar Jezus. Esta bisa lo que está causa divisão e des discussão de uma família e de igreja. Wat discussie en probleem veroorzaakt binnen de gezinnen en de kerk. Ta es separación de Cristo. Is de scheiding van Christus. Escucha bon. Luister goed. Pa abo kutimbiata bisa nota et un bin se kami. Voor jou die vraag zegt nee, die persoon moet naar mij komen. Ben je bisa hoi? Heb je dat wel eens gezegd? Ha. Eta bisa abo kinang. En het zegt hier. Acerca Cristo es decir volver back cerca Jesús.
Dus het zegt, ga terug naar Jezus. Dan moet ik mezelf dus vernederen. Het zegt, benader Christus. Betekent het benaderen van anderen. Van degene waar ik dus niet naartoe wil gaan. Ik wil niet naar die persoon gaan, maar er zit nog steeds trots in mijn hart. En we kunnen de hele lijst nog opnoemen. Het is het secret van de verdadere unidad de iglesia. Het zegt de geheim van werkelijke eenheid in de kerk. En in de familie. Nota den diplomacia. Dus dat zit hem dus niet in het behalen van diploma's. Ja, niet den administración. En ook niet in de administratie. En dat ik er verder aan toe kan voegen. Niet in conocimiento con experiencia en algo botín. Niet ook niet in de kennis en ervaringen die je hebt. Het is aunque con mestera, si tú eres aquí nan. Ook al moet je al deze dingen doen. Den kiko es secreto de cinta. In wat zit het geheim? Den e unión con Cristo. In de vereniging eenheid met Christus. Argenis tinku unico Jesus. Dus Argenis moet zich verenigen met Jezus. Iglesia refugio tinku unibeco Jesus. De kerk refugio moet zich verenigen met si Jezus. Desacuerdo. Als er meningsverschillen zijn. Si desunión. Als er meningsverschillen si zijn. Mal comprendimiento. Als er verkeerde begrip zijn. Jaloersheid, egoïsmo. Afgunst. Kinos tinku asi. Egoïsme. Unibeco. Unibeco Jesus, mi romano. Je verenigen met Jezus. Mijn geliefde broeders en zusters, om het nu te beëindigen. Een iglesia unie door die poder de Espíritu Santo. Dus een verenigde kerk door de Heilige Geest. En nu gebruik ik de naam refugio. Een iglesia unie door die poder de Espíritu Santo. Dus een kerk die dus verenigd is door de kracht van de Heilige Geest. Ta un verdadero refugio contra tirano nan satanico di desunión. Is een werkelijke schuilplaats tegen alle satanische plannen. Het principio básico de unidad eita bini for di unión diario. Dus deze basisprincipe van eenheid is door dagelijkse eenheid. Eenheid diario con Cristo. Dus een dagelijkse eenheid met Christus. Un iglesia individual qua desarrollar y consolidar el costumbre de hacer oración junto. Dus een kerk die dus altijd als gewoonte heeft om samen te bidden. Die studia junto. Om samen te studeren. Die analizar turcos junto. Om samen alles te analyseren. Die meditar über turcos junto. Om samen over alles te mediteren. Ja, die meditar también junto über palabra de Dios. En ook samen te mediteren over het woord van God. Y para alabar junto. En om hem samen te aanbidden. Seguramente lo está una iglesia unida en el lazo de fraternal de amor. Dus dat zijn dus dat is zeker een kerk die dus verenigd zal zijn in de liefde van God. Ita enang e unidad colectivo tanase. En daar dus wordt deze eenheid, dus deze collectieve eenheid geboren. Ora que creyente ta recibi e bautismo di Espíritu Santo. Wanneer dus de gelovige elke dag weer gedoopt wordt met de Heilige Geest. Ora nos ta alimentanos mes individualmente y colectivamente. Als we ons dus zelf elke dag individueel en ook samen. Voor die mesum fuente celestial. Vanuit dezelfde hemelse bron. Inasi ecos e. En door dat te doen. Ta impossible. Dan is het onmogelijk. Dat we dan niet dezelfde mening zullen hebben. Dat is onmogelijk. Hoeveel Bijbels heb je? Een Bijbel. Je hebt één Bijbel. Wie heeft het geïnspireerd? Hoeveel goden hebben we geïnspireerd? Eén God. Zitting een Dios, een Bijbel. Als er één God is, één Bijbel. Een Jesus. Eén Jezus. Een bautismo. Eén doop. Een iglesia. Eén kerk. Romanta. Een mente tien. Dan is er één verstand. 1 Corinthië 2, versículo 16. 1 Corinthië 2, 16 maar zegt. Posso tiene mente de Cristo. Maar jullie die de verstand hebben van Christus. Si no está cumpliendo con nos deber como cristian, mi romano estima. Als we onze taak als Christus opbrengen. Está imposible para por ti desacuerdo y desunión. Dan is het onmogelijk dat we een meningsverschil zullen hebben. Maar je kan dan zeggen Argenis. Jesus mesmo disse assim que tem dois dentro sua igreja. Jezus zei zelf, dus er zullen twee zijn in zijn kerk. Amen. Amen. Verdade ele disse assim. Dat heeft hij zeker gezegd. A mi cubo. Jij en ik. Tem que guardar para nós não tá chimarrão, sino trigo. Que mesmo com outra palavra. Wij moeten zorgen dat we geen onkruid zijn. Sino trigo. Maar trigo. Que dat trigo trouwe? No holandês? Tarwe. Tarwe. Ja?
We moeten de zaadjes zijn van God en niet die van de vijand. Otra palabra, dus met andere woorden. Nos, wij, dus wij moeten ervoor zorgen dat die profeties dus niet volbracht worden in ons. Nos te imir, humanas, tima? Zijn jullie met mij, mijn geliefde broeders en zusters? Si ba sinti awe, en als je dus vandaag hebt gevoeld. Kubotinku rededikabo bida back. Dat je je leven weer opnieuw moet geven. Kubotinku entregabo mes di nobo de manje eterno. Dus dat je je leven opnieuw moet geven aan het eeuwige. Kuboke recibi di su bautismo. Als je van zijn doop wil ontvangen. E bautismo di Spirito Santo. Dus de doop van de Heilige Geest. Kuboke bisa Señor awe pa dilanti mino ketin desunion mas de mi corazón. En als je wilt zeggen, Heere, vanaf vandaag wil ik dus geen meningsverschil meer hebben in mijn hart. Mino ketin envidia mas de mi corazón. Ik wil geen jaloezie hebben in mijn hart. Mino ketin egoísmo mas de mi corazón. Ik wil geen egoïsme hebben in mijn hart. Mino ketin jaloers riba mi rumana mas. Ik wil niet meer jaloers zijn op mijn broeders en zusters. Mino ketin carnal mas, Señor. Ik wil niet meer vleeselijk zijn, cambiami awe. Verander mij vandaag. Convertimi de un cristian spiritual. Verander mij in een christen die geestelijk is. Si te deseo botim mi rumans tima. En als dat de wens is die je vandaag hebt. Landa para pa mi oración ora show. Sta op zodat ik voor je kan bidden. Ik wens dat vandaag, mijn broeders en zusters. Want God heeft ook mijn conditie laten zien. Want God heeft ook mijn conditie laten zien. We denken dat ik beter ben. Nee. Ik heb dezelfde natuur als jou. Een gevallen natuur. En ook ik heb de kracht nodig van de Heilige Geest. Amen. Laten we bidden, mijn geliefde broeders en zusters. Onze eeuwige wijze God. Na abosso sea honor, gloria y alabanza y adoración. Alle eer en aanbidding gaat aan u, Heer. Paso abo merece. Want u verdient het. Papapia, como puebla, weo, Dios. U heeft tot uw volk gesproken, Heer. Señor, mostranos que hasta el animal lantin lespa sin a nos. O Heer, u hebt ons laten zien dat zelfs de dieren lessen voor ons hebben. Mostranos que vruminga tatra incansabel. U hebt laten zien hoe de mier onvermoeibaar werkt. Que ta usa inteligencia como duné. En dat ze dus intelligentie gebruiken die je hen hebt gegeven. Y que nanta tra unanimamente, oh Dios. En dat ze dus unaniem werken, Heer. Nanta den el lazo perfecto de unión. Ze zitten beteugeld in een verenigd, in een y eenheid. No te permite ningún obstáculo estrobanan, oh Dios. En ze zorgen dat geen obstakel u weerhoudt, Heer. Voy a mostrarnos que den el reino animal aquí tiene les dan para nos, oh Dios. Je hebt ons laten zien, Heer, dat dit in deze dierenrijk lessen zijn voor ons. Señor, hasta balagas que vi. En zelfs heeft u opgeschreven. Con el incrédulo nan construyendo el toren de Babel tabata uni. Dus zelfs hoe de ongelovigen, terwijl ze de toren van Babel bouwden, dat ze verenigd waren. Awe bo pueblo que ta profeso, Señor. O Heer, vandaag uw volk die profeteren. Nos tin y nos ta enfrenta desacuerdo y desunión. Wij maken dus meningsverschillen mee. Señor, nos no que sigue den e condición aquí más. O Heer, we willen niet verder gaan op deze manier. Cada un cual lanta ya propone de un corazón, ave, Señor. Elk een van ons die nu zijn opgestaan, Heer, en in onze hart hebben. Abo saki con ta biba de un corazón. U weet wat in hun hart zit, Heer. Bo conoce na lucha nan. U kent hun strijd, Heer. Bo conoce na tekortkomingen nan, Señor. U kent hun tekortkomingen, Heer. Nos ta pedibo, oh Dios, pa bo derramabo Espíritu Santo riba bo pueblo. Jullie vragen mijn Heilige Geest voor te varen op uw volk, Heer. Irranca cu raíz cultur, Señor. En trek met een hele wortel eruit, Heer. E división e envidia y egoísmo que te reina de mi pueblo. Die scheiding varen, de egoïsme varen, de jaloezie varen, die heerst onder uw volk. Y permití peoración que bajase por cumplir de nos vida, Tata. En staat toe, Heer, dat het gebed dat u hebt gedaan voor ons varen, verbrak kan worden in ons leven. Que nos está perfectamente unido en abo. Dat wij perfect verenigd zijn in u, Heer. Con vos santo espíritu, oh Dios. Door uw heilige geest, Heer. Conectanos beco Jesús. Dat die ons kan verbinden met Jezus. Para nos porta uno con abo eterno y soberano Dios. Dat we één mogen zijn met u, eeuwige God. Mesun cos con abo y boyuta uno. Net zoals u en uw kind ook één zijn. Tata en angos que llega. Vader, dat willen wij bereiken. Dank u, oh Dios. Dank u, Heer. Para vos misericordia y vos gracia. Voor uw genade, Vader. Y bo paciencia pa con nos. En uw geduld met ons, Heer. Y que awe ba exhorta bo pueblo. En dat uw volk vandaag heeft vermaand, Heer. Ba exhortanos den amor. U hebt ons in liefde vermaand, Heer. Pa nos por reconocer una nuestra parada. Zodat wij kunnen erkennen waar we zijn, Heer. Dank u, ba bo presencia. Bedankt u voor uw aanwezigheid. Dank u, ba bo poder. Bedankt u voor uw kracht.
E danke o Senhor que você vai queda de nós. En we danken u, Heer, dat u met ons blijft. Acompanha-nos, mientras tanto, com nossa queda de Espírito de Sábado. Wees met ons, terwijl we met de geest van de Sábado blijven. Para nós poder glorificar o Deus tudo o que nós temos. Zodat u kunnen verheerlijken in alles wat wij doen, Heer. Danke o Deus, ons te pedir. De nombre de Cristo Jesús. Vragen we de naam van Jezus y el pueblo de Dios te avisa. En het volk van God. Amen. Amen. Con nos bon Dios bendición a mi hermana.